De total lockdown van zaterdag wordt uitgebreid met zondag. Dat zei president Jan Santokki gisteren in een nationale toespraak tot de samenleving. Dat betekent dat vanaf vrijdag 4 september om 8 uur 's avonds tot en met maandag 7 september om 5 uur in de ochtend mensen thuis moeten blijven. Dat geldt ook voor vrijdag 11 september om 8 uur tot en met maandag 14 september 5 uur in de ochtend. Voorlopig zullen de maatregelen niet versoepeld worden, aldus het staatshoofd. Vooral omdat er sprake is van community spreading. De maatregelen van deze regering zijn gebaseerd op de principes van de democratische rechtsstaat en niet op basis van een machtsstaat. Gebaseerd op gezag en niet op macht. De maatregelen die wij nemen zijn daarnaast primair gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Ik heb voor het laatst de maatregelen aangekondigd ruim 2 weken geleden. We zien dat de maatregelen grotendeels worden nageleefd. De handhaving is goed. De voorlichting is goed. De maatregelen werken. De besmettingen worden minder. De curve wordt vlakker. Het aantal actieve COVID-19 gevallen vertoont een dalende trend. Gelukkig. Maar tegelijkertijd zien we dat door eerdere besmettingen de intensive care, waar wij 28 plekken hebben, begint vol te lopen. Een zeer zorgwekkende situatie, dames en heren. Verder zei de president dat er bijzondere aandacht besteed zal worden aan het binnenland, de grensgebieden en de gebieden waar er goudwinning plaatsvindt. Dit zal gebeuren in samenwerking met tropenartsen vanuit een Nederlandse missie. Dames en heren, we zullen bevorderen dat de markten alle door de weekse dagen geopend zullen zijn ter waarborging van de voedselvoorziening. Het vervoer van personen door middel van het openbaar transport over de weg of over het water, het openbaar vervoer blijft gesloten. Totdat het protocol openbaar vervoer van kracht kan worden. De regering en het ministerie van TCT, Transport, Communicatie en Toerisme werken hieraan in nauwe samenwerking met de sector. Daarnaast zal de lockdown van zaterdag worden uitgebreid met zondag. Dat betekent, dames en heren, dat u voor aanstaande vrijdag, 4 september, om 20 uur, dat is 8 uur 's avonds, tot en met maandag 7 september, om 5 uur 's morgens thuis zult moeten blijven. Dat geldt ook voor vrijdag 11 september om 8 uur 's avonds tot en met maandag 14 september om 5 uur 's ochtends. President Jan Santokki gisteren tijdens zijn nationale toespraak tot de samenleving. De total lockdown die gold voor de zaterdag is uitgebreid met zondag.